Hoe vaak heb jij een ellendige liefdesleven eigenlijk gehad in je leven? Oeh, ga je wel wat vaak. Nou, natuurlijk. Er is best wel eens wat ellende voorbij gekomen. Ik bedoel, ik denk dat in ieder zijn leven, je hebt good en bad times, goede en slechte tijden. En hoe vaak dat bij mij gebeurd is, ach ja. Maar waarom vraag je dat? Nou, vanwege de nieuwe single. Ik denk van ja, daar zit toch een beetje het wijzen naar die vroegere liefde is ook voor een deel in. Daar zit absoluut een kern van waarheid in wat jij zegt, absoluut. Het liedje is natuurlijk, het heet Ik Ga Maar en het is geschreven door Tony Neef. De tekst zegt genoeg. En ik heb het nummer opgenomen samen met Manfred Jongeneel en in Etten-Leur. En we hebben ook niet bezuinigd op de productie, laat ik het zo zeggen. We hebben allemaal goede muzikanten bij elkaar gezocht. Die het liedje fantastisch hebben ingespeeld. Vier live violisten, noem maar op. En ik ben heel blij met het resultaat. En alle mensen die ik spreek en wat ik op Facebook en Twitter zie, is iedereen enthousiast en vinden het allemaal een mooi liedje. Dus daar doe je het voor. Ik denk best dat er mensen hebben moeten wennen. Dat ze denken, hey, dit moeten we even een paar keer luisteren. Maar ja, nogmaals wat ik zeg. Alle mensen die ik hoor, spreek en zie en wat ik allemaal lees, is iedereen heel blij met het nummer. En ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, we hebben WB Music opgericht. En onder dat label valt deze single. Dus dat is wel helemaal te gek als je die hitlijsten dan ziet. Ik sta nu op deze week op, vorige week op 75 en deze week op 57, dus in de megatop 100. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat is mij nog nooit eigenlijk zo ver gekomen. En als je dan in die hitlijsten ziet met je label erachter, WB Music, ja, dat vind ik wel een kick.